Aad van der Luit, raadslid voor D66. Er komt geen ijshal, wel een zwembad en een sporthal. Maar dat die ijshal niet komt is eigenlijk geen verrassing, want het was al duidelijk dat er geen geld voor was. Ja, dat hij er niet komt is natuurlijk niet helemaal waar. Hij komt er op dit moment niet, omdat er nu op dit moment geen geld is. Maar hij komt er absoluut, ik bedoel. Maar ja, nogmaals, we kunnen niet meer investeren als we het niet hebben. En ja, dat is een ontzettende teleurstelling, ook voor mij. Maar ja, kijk, dat gaat in de politiek als volgt. Als ik zeg dat die ijsbaan er moet komen, dan zullen de tegenstanders in de raad zeggen: en waar denkt meneer Van der Luit het geld vandaan te halen? Ja, en dat heb ik dus niet. Zo simpel is het gewoon. Maar die ijshal is erbij gekomen. Dat was een extra ambitie van de raad. En nu moet hij weer geschrapt worden. Ik vind dat we als mensen sowieso altijd ambitieus moeten blijven. Maar de realiteit haalt soms ambities in. En dat is wat er nu aan de hand is. Het geld is er niet. Er zijn in het recente verleden door de ambtenaren verkeerde berekeningen gemaakt. Verkeerde berekeningen gemaakt over de kosten die het zou moeten zijn. En ja, dat komt nu naar voren en nu naar boven. En waar niet is, verliest de keizer recht. Zo simpel is het gewoon. Veel teleurgestelde schaatsers. Veel teleurgestelde gemeenteraadsleden ook. Ik begrijp dat wel dat ze teleurgesteld zijn. Maar goed, er ligt ook voor hun een schone taak om te zorgen dat we de financiën zo snel mogelijk rondkrijgen. We hebben 24 regiogemeentes waarvan we afgesproken hadden dat die ook een bijdrage zouden gaan leveren. Maar tot op heden is alleen Katwijk concreet en verder nog niet. Dus ja, er ligt voor alle partijen een schone taak om te zorgen dat het geld zo snel mogelijk op tafel komt.